Welkom iedereen, we hebben hier een nieuwe aflevering van Metroid Dread. Vandaag zijn we in Dairon. Waarom zijn we in Dairon? Nou ja, we moeten hier iets ophalen wat ons weer kan helpen in Artaria en Kataris. Ja, ik wil nog eens de naam vergeten van wat alles nou precies is. Maar laat ik even heel eerlijk zijn, er zijn zoveel namen. Volgens mij hebben alle Metroid wezens hebben ook namen. Dus soms zit je ook echt te kijken van oké, wat is dit nu precies? Nou ja. Eén ding wat ik nog geinig vond. Toen oorspronkelijk Metroid Dread uitkwam, was er een journalist. Ik ben zijn naam heel even kwijt, maar als je, ik denk op YouTube opzoekt, Metroid Dread is een slechte game. Kan je waarschijnlijk wel vinden. Het was een interviewer die verdwaald raakte in een van de eerste area's. Omdat hij niet in de gaten had dat Metroid en eigenlijk heel veel Metroid games veel werken met hidden blocks. Omdat, nou ja, de hele gimmick van Metroid Vania games is dat je verdwaald raakt. Je bent altijd op zoek naar dingen. Je bent altijd bezig. Je bent altijd verder aan het gaan. Verder ontwikkelen. En verder, ja, aan het doorgaan. Voordat ik verder ga met het verhaal. Ik vind het wel gaaf in de hele donkere gebieden zoals hier. Ik vind het heel gaaf dat de enkels en de schouderbladen gewoon zo'n mooie glow in the dark ding hebben. Maar ja, terugkomend. Hij vond de game niet leuk omdat, en vond de game ook slecht omdat ze niet goed aangaven waar je naartoe moest. Nou ja, en ik heb Mercury Systems, heb ik ook al een paar keer, flink gecomplimenteerd over hun toepassing van sturen in de juiste directie. Alleen waar dus deze interviewer over zat te bitchen. Was van ja, maar ik wil dat de game mij duidelijk laat zien waar ik naartoe moet. Dus hij kon niet begrijpen dat als wij naar dit gebied kijken waar we nu zitten. Dat jij ziet van hey, ik moet iets kapot schieten want ik moet daar komen. Want ik heb een breedtestraal, dus dat betekent 3 pallets voor nu. Rechts onderin is een deur met 3 pallets. Oké, dan is er waarschijnlijk hier een paar hidden blocks die ik kapot moet maken, zodat ik die hidden pallets kapot, zodat ik die deur kan openen. Hij heeft het niet in de gaten. En als je nog nooit een Metroid game hebt gespeeld, kan ik begrijpen dat je niet helemaal snapt dat dat de gimmick is van de game. Van, jij maakt dingen kapot en probeert alles open te maken wat jij mogelijk kan zien als een, nou ja, niet een blok. Maar om dan de game te zeggen slecht, nee. Niet eens. Nou, hier hebben we de gele Emmy. Gele Emmy is duidelijk wat hij heeft. Dat is een speed boost. Dus die is druk iedere keer aan het achtervolgen. De enige manier voor deze Emmy is eigenlijk je in te halen. Jij kan je alleen verstoppen. Jij bent niet veel sneller dan hem. Maar meer dan van een tijd loopt het gewoon door en haalt het je gewoon in. Dus je moet eigenlijk iedere keer jumpen. Net zoals normale speedbooster. Deze game heeft niet de Emmys hebben niet de Shine Spark bij wijze van. Mensen die niet weten wat de Shine Spark is. Is voor mij een ding in Super Metroid waar het oorspronkelijk in kwam. Waarin als je de speedboost eenmaal op gang hebt, kan je het stoppen. En kan je jumpen om zo de bepaalde richting in te lanceren. En dat is eigenlijk een key vaardigheid die je op moet doen. Wil jij speedrunner worden van Metroid? Als jij niet weet hoe je goed moet shinesparken, dan kan je speedrunnen van Metroid games bijna vergeten. De enige game waarvan ik zou zeggen van misschien kan je dat nog doen, is misschien Prime
1 en misschien Prime 2. Want daar zit de speed boost op die manier zoals ik hem net heb uitgelegd niet in. Want ja, die games zijn 3D en je kan niet die snelheid die je net zag van de gele Emmy reproduceren in die omgeving. Want ten eerste, je krijgt een gigantische motion blur. Omdat je super snel gaat. En een ander groot probleem is, het wordt heel erg onduidelijk waar je precies naartoe moet. En dus je kan ook niet dingen anticiperen. Nou, een mistkamer is altijd de kamer waar de Aurora unit in zit. Ik weet, dit is de centrale eenheid, maar dit lijkt te veel op een Aurora unit. Nou ja, wanneer je hem eenmaal door hebt, nou, met de breedtestraal kan je hem altijd nog wel snel kapot maken. Natuurlijk, missiles doen meer damage. Maar ja, breedtestraal kom je er ook aardig ver mee. Wat ik heel gaaf vind, bijvoorbeeld van het Omega-kanon, is het kan zowel voor naar achteren klappen en van achteren naar voren klappen. Ik weet niet, ik vind het op zich een heel geinig iets. Want normaal niet, als je iets uitklapt, kan het niet de andere kant op klappen. Want het is niet een scharnier, zo zag het er niet uit. Het schoot naar voren, klapt het uit en schoot naar achteren en het klapt dan achteruit. Nou ja, je hebt echt wel afstand nodig, wil je dit goed doen. Het beste wat je kan doen is een lang stuk pakken zoals waar wij nu op staan. En dan kan je nog heel snel omraken. Nou, dan absorberen wij de volgende weer. En zo gaat iedere Emmy. Dus je komt eerst een Emmy-zone tegen. De Emmy en zijn vaardigheden worden geïntroduceerd. Jij krijgt je abilities. Jij kan dan de Aurora unit in. Aurora unit, plasma of het Omega kanon. En dan kan je verslaan, krijg je de ability. Zo gaat het iedere keer. Maar het duurt altijd wel even voordat je de vaardigheid krijgt. Praat dan over lang duren. Hey, we hebben eindelijk de Morph Ball. Wij zijn letterlijk op een kwart van de game. En dan krijg je de Morph Ball. Ja, dat duurt echt wel een periode. En ik heb al eerder gezegd, in vergelijking met eerdere games krijg je in deze game hem echt traag. Heel veel vaardigheden en bijvoorbeeld kleine goodies heb jij al gezien voordat jij überhaupt toegang krijgt tot de Morph Ball. Dus jij weet al heel snel van oké. Als ik daar naartoe ga en daar terugkom, kan ik weer met de Morph Ball dat item pakken. Dus als ik dat onthoud, weet ik van, hey, daar kan ik langs. Nou, dit is puur voordat je hier terug kan. Nou, dan eens even kijken van, hey, je ziet daar een deur. Hey, hidden blok. Als daar een hidden blok is, is waarschijnlijk ook hier iets hidden. Hey, kijk eens, we kunnen hier door. Nou, dat is de teleporter. Dat is de allereerste teleporter die wij kunnen zien. Nou, ik wil graag de raketcapsules plus. Want je krijgt gewoon 10 extra raketten. Ja, je hebt het of je hebt het niet. Eén ding wat ik nog graag in deze game zou willen leren is echt bomjumpen. Hoe bomjumpen werkt is, je krijgt je morphballbombs. En wat die morphballbombs doen, is ze keren een kleine explosie. In die explosie zit ook kinetische kracht. Dus het explodeert eigenlijk. Het doet gewoon boom en er zit ook beweging in. Je kan maximaal 3 bommen droppen per keer. En je kan ze ook in de lucht laten staan. Dus ze zijn ook nog stationair. Hoe dat werkt, ik heb geen idee. Maar ze zijn stationair in de lucht. Hoe dan een morphball bomjump werkt, is je dropt een bom.
Je dropt dan een seconde later. De timing is heel moeilijk om goed te krijgen, want iedere Metroid game heeft weer andere timing. Je dropt de eerste bom, dan drop je een paar seconden, een paar tiende van een seconde later de tweede bom. De eerste bom explodeert en lanceert je de lucht in. Dan drop je direct de derde bom. Dan creëer je weer de volgende bom. Dus heb je twee bommen in de lucht en één bom die je al eerder had geplaatst. Die nog op de grond staat. Dan zak je weer terug naar beneden, want zwaartekracht is een ding. Maar omdat jij die tweede bom had geplaatst, explodeert die voordat jij de grond weer aanraakt. Dus jij wordt weer de lucht ingeschoten. Nou, hoe het dan weer werkt is, jij krijgt weer de tweede of de derde bom die jij, de tweede bom die jij in de lucht hebt gecreëerd, die blijft nog actief. En omdat de derde bom die jij oorspronkelijk had geplaatst en nog niet af is gegaan, word je weer iets hoger gelanceerd. Daar plaats je weer twee bommen. Dan gaat de bom die op de eerste, de tweede keer in de lucht hebt geplaatst, gaat dan af. En dan, je wordt iedere keer steeds verder gelanceerd. Alleen, het is wel iedere keer goed de timing vinden. Want waar het om draait is, simpel gezegd, je bent consequent iedere keer twee bommen kort na elkaar aan het plaatsen. Eerste bom gaat af, je wordt in de lucht gelanceerd, twee bommen plaatsen. Voordat je weer de grond afgaat, is de tweede bom die je op de grond hebt geplaatst, gaat dan weer af. En zo ga je iedere keer naar boven, naar boven, naar boven, naar boven, naar boven. En dat is op zich een hele fijne vaardigheid om te leren in specifieke instanties. Want het zorgt gewoon voor dat jij bepaalde dingen kan sequence breken. In dat opzicht is hetzelfde als de Shine Spark, waar ik het oorspronkelijk over had. Het is een goede vaardigheid om te leren en in speedrunners wordt het ook gewoon gebruikt om bepaalde vaardigheden vroeg te krijgen. Nou, nu zien we tenminste uit hoe we er oorspronkelijk uitzagen in de game. Wij hebben nu gekregen de Varia Suit. Of Varia Pak, maakt niet uit. Het ding is heel makkelijk, het beschermt ons tegen hitte en kou. Dus wij kunnen bij wijze van spreken nu gewoon deze plek in gaan en er is niks aan de hand. Natuurlijk, wij kunnen niet in lava gaan. Er zijn beperkingen. Maar we kunnen wel tegen een ongelofelijke hitte nu. Dus wat ik nu doe is gigantisch dom. Maar ja, raketcapsule plus. Dit is een vergelijkbaar iets wat je in Metroid Prime 1 hebt. En ik ben nog steeds niet achter of dat kan. Volgens mij, volgens speedrunners kan het wel, maar ik ben er zelf nog niet helemaal achter. En wat je in Metroid Prime hebt, heb je een bepaalde substantie, dan noemen ze Phazon. Dat is, uiteindelijk is het niks meer dan gif. Radioactief gif. Kom je daar in contact mee, verlies je gewoon health. Denk gewoon lava met wat we net hadden. Wat Metroid Prime 1 heeft, zijn Chozo. Niet Chozo statues, maar Chozo relics. Die heb je nodig om bij de final boss te komen. Een van je Chozo relics zit in een Phazon tunnel. Dus alles is omringd door Phazon, dus je verliest iedere keer health. En de tunnel is aardig lang, dus ja. Ik ben nog steeds niet achter of het überhaupt kan, ja of nee. Want later krijg je een Phazon suit waardoor die Phazon niks meer doet. Maar ik weet niet of je het zonder de Phazon suit kan doen. Dus dat is weer een ding van, oké, ik weet ongeveer waar ik naartoe moet. Ik weet ongeveer hoe ik er moet komen met de middelen die ik nu heb. Maar kan ik het ook doen met de middelen die ik nu heb? Want wij zijn nu weer terug in Kataris. Wij hebben nu de Varia suit gekregen. En je weet het, Kataris is een plek met lava en volledige hitte. Dus dan weet je ook gewoon van, oké, je hebt iets nodig, want anders verlies je iedere keer health en ben je consequent bezig van, oh shit, mijn health is op. Dus dit stuk kan jij niet halen met, zonder de Varia suit. Tenzij jij heel snel kan lopen. Zo.
Hoppakee. Gaan we mooi door. Nee, ik denk niet dat je dit stuk kan halen met de Various Hoed. Ook al heb je een paar dingen gesequence breekt. En heb je een paar extra health dingen. Tenzij je flink schade wil oplopen. Zie ik niet echt een reden om hier in te komen. Of een mogelijkheid om hier in te komen zonder de Various Hoed. Maar ja, je kan nu al zien hoe lang we hier al in staan. En iedere seconde of zo verlies je health. Ik weet niet meer hoeveel. Volgens mij was het of 10 of was 20. Een van de twee. Nou ja, als het iedere seconde is of iedere 2 seconden. Dat tikt nog wel eens aan. Ja, een hele goede simulatie zou gewoon zijn. Stap in lava, kijken hoeveel damage dat doet. Nou ja. Eén ding wat je hier wel hebt, iedere enemy. Dus als je dit goed doet, krijg je gigantisch veel health en ammo. Dus je zou waarschijnlijk geen problemen hebben met weinig ammo. Omdat natuurlijk, je gaat weer een bos in. Maar ja, ik weet niet of het zal kunnen. Nou, hier hebben we eigenlijk een enemy waarvan ik het op zich jammer vind dat ze deze hebben gereveeld in de trailer. Het is de terugkeer van de grote, de machtige, de OG, Discreet. Ja, letterlijk, de laatste keer dat wij Kreet zagen was in Metroid Zero Mission. En oorspronkelijk was het een beetje een, nou ja, een duo Kreet en Ridley. Niet per se van ze werkten samen, maar meer ze zaten in hetzelfde gebied en hadden een eigen regio. En dat is op zich wel jammer, want Kreet zat niet in Metroid Fusion. Er waren plannen om Kreet in Metroid Prime te krijgen, maar ze konden de bossfight niet voor elkaar krijgen. Want de manier hoe je Kreet verslaat is iedere keer hetzelfde. Je mikt op zijn ogen, hij opent zijn bek, schiet je raketten in en zo versla je hem. Maar ja, in Metroid Prime wilden ze het doen door middel van een helm op zijn kop te zetten. En de bedoeling was dat je die helm zo kapot zou maken met de omgeving. Hoe je ook eigenlijk Vagra doet in Metroid Prime 1. Beetje vergelijkbaar idee. Maar daar moet je ook bommen gebruiken en de omgeving. Dus ja, ik was op zich heel blij dat Kreet terug was. Ik vond het alleen zonde dat hij in de trailer gereveeld werd. Want dit zou een hele mooie verrassing zijn geweest. Eén leuk ding over deze game. Dread kan je gigantisch hard sequence breken als je goed bent in Metroid. Ik ben niet goed in Metroid. Ik weet mijn weg te vinden. En dat is het. Maar als jij het voor elkaar kan krijgen om op dit stuk van de game te komen met de Morphball Bombs. En wat de morphballbombs zijn, zeg maar die bommen voor de morphball. Dus dan heb je flink gesequence spreekt. Dan heb je beneden een ingang die kapot kan maken met de morphballbombs. Die lanceer je dan omhoog en lanceer je jou in dat paarse pus van Kreet. Daar kan je morphballbombs in droppen. Dus het stuk waar wij nu voor staan, die twee ijzerstukken. Daar kan je naartoe gaan. Word je gelanceerd in de paarse pus, morphballbom droppen en je verslaat hem op die manier. Naar verhouding is het iets veiliger dan de andere manier, maar ja, je moet wel de manier kennen. Je kan een beetje vergelijken van, oké, je kan sequence breken om hier al 5 balken aan helft te hebben in plaats van 2. En als deze de mooiste vind ik Metroid Zero Mission, hoe die dat deed. Van, oh, je hebt alles 100% gedaan. Oké, hier heb je Robo Ridley. Met die 5 keer zo moeilijk is. Ja, Robo Ridley. Het is niet Mecha. Mecha betekent dat er onderdelen zijn, maar er is nog een biologische massa eroverheen. Of eronder. Man, die is. Robo Ridley is op zich aardig makkelijk als je niet alles 100%. Maar heb je hem wel 100% de game, dan is Robo Ridley gewoon een stuk moeilijker.
Nee, ik heb al gezegd, alle bossen eindigen met een badass iets. En ja, dit is gewoon puur damage control op Other M. Van, weet je wat, Samus is een badass. En we verslaan alles gewoon en we compenseren gewoon met Samus is een badass. Eén ding wat ik wel mooi vind aan deze, de dev van Kretir is een referentie naar Quagmire. Of Krokkemeier. Maar die werd ook verslagen in de magma. Maar die kwam later terug als een skelet. Ik denk dat omdat deze game 3D is, dat dat misschien iets te grotesk was geworden. Dat ze het daarom niet hebben gedaan. Maar ik had het op zich heel mooi gevonden. Als gewoon eigenlijk zeggen, fuck it. Hier heb je zombie kreet. Nou, hier hebben we de diffusiestraal. Beetje hetzelfde idee wat de diffusieraketten waren van Fusion. Ze gaan door bepaalde dingen heen. Werkt niet helemaal fijn, vind ik. Want je kan maar 1 à 2 stukken door de muur heen. Het gaat niet super ver. En ik vind dat wel jammer. Maar ja, daar hebben we een teleporter. Daar hebben we een plek waar we niet echt veel verder kunnen. Dus teleporter tijd. En met dat bedank ik jullie voor het kijken. Hoop jullie genoten hebben. En wij gaan weer terug naar Dairon. Tot de volgende keer.